Met heel veel plezier kijk ik uit naar mijn samenwerking met het Nederlands Kamerorkest. Dan gaan we mijn compositie Bamestra doen. Dat stuk heb ik geschreven een paar jaar geleden toen de Beemster, de polder waar ik leef, 400 jaar bestond. En de oude naam van die polder, toen het nog een meer was, voor het drooggemalen was, was Bamestra. In dat stuk zitten zowel Nederlandse, Ierse als Spaanse elementen. Want er was een visser uit Hoorn, Pieter Pikmans genaamd, die hoorde dat drie schepen van de Armada waren vergaan voor de kust van Ierland na een storm. En hij wist dat daar soldij aan boord was voor de Spaanse soldaten, is naar Ierland gezeild, heeft dat goud weten op te halen en dat is later gebruikt om de Beemster droog te leggen. Dus ik woon daar met behulp van Spaans goud. Dus ik vond het een mooi idee om die 80-jarige oorlog, die Spanjaarden daarin, ook te verwerken. Dus het begint met een plechtig intro van de bandoneon, bijna als een harmonium gebruikt. En daarna hoor je Spaanse klanken en zelfs Ierse klanken. Er komt een soort Ierse jig voorbij. Maar ook zit erin verweven het Beemsterlied. Dat is een lied wat elke Beemsterling vol trots zingt. En dit alles gaan we dus binnenkort spelen, want dankzij Sylvia Mazen, arrangeur, is dit stuk nu ook uitgeschreven als een orkestarrangement. Dus ik heb ontzettend veel plezier om dat met dit prachtige kamerorkest te gaan doen. Bamestra. Deze is voor mij een heel monumentaal stuk. Het is, het zegt gewoon alles over het evangelie volgens Matthäus. Het gaat recht je hart in. Het raakt ongelooflijk en dat weet ik uit eigen ervaring, omdat ik in 2007 voor het eerst Matthäus speelde. Ik was net uit Duitsland gekomen en in Duitsland heerst die cultuur van elke jaar Matthäus spelen helemaal niet. Maar na afloop van deze Matthäus was ik zo ondersteboven en zo geraakt dat ik kon niet stoppen met huilen. En, gewoon omdat het zo ongelooflijk mooi is. En ik heb me nu geconcentreerd op het Erbarmendicht, de grote alte aria. Natuurlijk vanwege de prachtige vioolsolo die erin zit. Maar ook vanwege de tekst. Die voor mij wel echt de essentie van het evangelie volgens Matthäus uitlegt. Erbarmendicht, mein Gott, um meiner Zehren willen, schaue her. Herz und Auge weint vor dir bitterlich. En de vertaling daarvan is: heb medelijden, mijn God, omwille van mijn tranen, zie toch, hart en ogen wenen bitter voor u. En dat, ja, dat is nog altijd van deze tijd. Wat voor fouten wij mensen ook maken. Dat, het komt uiteindelijk goed als God ons vergeeft, als hij medelijden met ons heeft. Great honor to host two colleagues of mine, Tim Kliphuis and Daniel Hope, who join me for a travel through the seasons. I think four totally different perspectives. That means I will play a little bit of the original Vivaldi, I'll play a bit of Piazzolla's, and then we will go to a modern arrangement of Vivaldi with Daniel and some jazz. Vivaldi's with Tim. In the end we will join all together and have a jam session around it, so I think I do recommend everybody to bring their umbrellas, because the weather will be quite changing. You know, when you have this capital of knowledge, intimate knowledge, everybody has played this piece, and you just go there without having made any decision. It's just like going to a party, seeing friends that you didn't see for a while, and you just see them again. Kind of like meeting old friends, hey, how are you? And that's it, you know, the story starts. Vivaldi Four Seasons is one of the most beautiful platforms for meeting characters and meeting yourself, basically.